Dag reviewvrienden, wat heeft Ahmed opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Even kijken. En weet ik niet. Het is een soort mesje, denk ik. Tenminste, verschillende mesjes. Alleen, de uitleg staat allemaal weer in het Aziatisch. En ik spreek geen Aziatisch. Naast natuurlijk Bami Pangang. Het is gewoon Nederland. Oh, het is wel heel cheap zeg. Hé, kijk. Zit dit zo aan de voorkant. En denk je, nou, een leuk mesje. Hoppelepop. Hebben ze de achterkant niet afgewerkt. En je ziet gewoon de lasnaden zitten. En er zitten gewoon, ja, 6 Stanley mesjes op een rij. Waar ik nu al mijn duim mee open snij. Dat rijmt! Maar waarvoor is dit mesje dan? Zou je zeggen, kijk hier. En daar. Hier is een hele blije Chinese kool. En daar is ook iets van groentjes. Dit is gewoon voor in de keuken. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk snijden. Vloep, vloep, vloep. Een ui en wat rozemarijn. Even kijken of het handig is. Nou, daar gaan we hoor. Oh. Kijk, zie je. Je kan dus eenvoudig kleine stukjes van dezelfde grootte snijden. Godverju. Maar als je er heel veel behoefte aan hebt om exact dezelfde grote stukjes uit te krijgen, ja, dan zou je dit kunnen gebruiken. Even kijken naar het rozemarijntje. Even kijken hoe handig dat is. Blaadje verwijderen. Het is niet best. Het is nogal gedoe. Het blijft erin hangen. Het snijdt ook niet echt lekker. Dit is gewoon echt. Dit is gewoon een prul. Met dit mesje ga je niet sneller werken, maar je gaat langzamer werken. Want het is heel gepriegel om überhaupt iets te kunnen snijden met 6 van die kleine mesjes. Daarna moet je een ander mes gebruiken om het nog een keer af te snijden. En daarna kan je nog die uien en andere troep er tussenuit gaan zitten peuteren. Dit is niet efficiënt. Dit is gewoon irritant. Dus dit is een waardeloos product. Dit groente, kruiden en andere dingen klein snijden mesje met 6 vlakken zonder achterkant is troep. Je krijgt van mij een 2. Klaar mee. En het ruikt ook!